Hoi en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog van een van mijn favoriete winkels, namelijk Die Grenzen. Ik ben er vanmorgen geweest en ik heb best wat gekocht. Dus ik vind het wel weer leuk om ook een shoplog te laten zien. Wat ik allemaal heb geshopt. Dat is flink vol. Dus mocht je zin hebben in deze video, zou je alvast een duimpje omhoog willen doen. En dan gaan we beginnen met de shoplog. Het bonnetje eruit halen. Ik ga beginnen met dit. Dit zijn mini breadsticks. Wacht, dat heb ik niet gezien. Is dat dan 6 pack? Is dat dan kleine zakjes weer in deze zak? Nou, in ieder geval mini breadsticks. En dit leek me wel bijvoorbeeld lekker bij de soep. Ik weet niet of het daar per se voor bedoeld is. Want volgens mij is het ook om te dippen in een saus, als ik dat zo zie. Oh ja, serving suggestion. Nou ja, ik ga denk ik dippen bij de soep. We gaan vandaag ook soep eten, dus ik denk dat ik dit lekker erbij ga gebruiken. En deze kostte 39 cent per stuk. En als je er 3 kocht, had je er 3 voor een euro. Maar ik denk, 3 krijgen wij er denk ik niet op. Dus vandaar dat ik maar 1 heb gekocht. En dat was 39 cent per stuk, dus dat vond ik ook een mooi prijsje. Dan heb ik hier een fles 7-Up. Suikervrij. Free of sugar. En ja, ik vind het sowieso vinden we er allebei wel lekker. Tenminste, ik lust in ieder geval wel, volgens mij ook wel. En ik heb een keer op vakantie heb ik een mocktail gehad met, er moest in ieder geval 7-Up in en ook nog iets anders erbij. Nou, het was in ieder geval een heel lekkere mocktail en het leek me wel een keer lekker om die na te maken. Dus ik zag het staan, toen dacht ik, neem ik de 7-Up ook mee. En deze was 1 euro en komt dan nog wel 25 cent statiegeld bij, emballagegeld, noem je dat? Statiegeld? Nee, hoe noem je dat nou? Statiegeld op? Ja, dat geld kwam erbij. Dus 1,25, maar goed. De fles kun je weer inleveren. Maar deze ga ik dus onder andere gebruiken, denk ik, om de mocktail mee te proberen. Ik hoop trouwens, ik doe alles uit mijn hoofd. Ik hoop dat ik alle prijzen goed zeg. Volgens mij wel. Dan gaan we door naar... ik zag dit liggen en... Wij hebben helemaal nog geen plakbandhouder. Tenminste, ik kan me niet bedenken dat wij die hebben. En ik vind dat heel irritant, want dan moet je elke keer weer het begin zoeken en dan lukt me dat weer niet en dan raak ik geïrriteerd door. Dus ik zag deze licht en dacht ik, nou ga ik hem ook meenemen en dit setje kost 1 euro. Dus je hebt ook nog 2 rollen plakband erbij. Dus dan kan ik het hierin doen en dan kan ik gewoon makkelijk het plakband eraf halen, als het goed is. Dus 1 euro voor dit setje. Oh ja, dan heb ik iets gekocht. En voordat ik de winkel in ging, heb ik eigenlijk tegen mezelf gezegd, ik mag dit niet meer van mezelf kopen als ik het zie liggen. Nou, ik zag het liggen en ik heb het toch gekocht. Het is namelijk 15 en weer van de Reese's. Ik vind ze zo lekker. En de reden dat ik tegen mezelf heb gezegd, ik ga ze niet kopen, omdat ik niet zo goed maat kan houden. Het is dus 15 voor 1 euro, echt een koopje. En zo lekker, als je van pindakaas chocola houdt, heerlijk. Maar ik kan niet heel goed maat hiermee houden. Maar goed, ik kon het toch weer niet laten liggen. Dus ik heb het toch maar meegenomen. En dan weer proberen om daar wel wat meer te doseren. Ze zijn per 1 verpakt, dus ja. Eigenlijk moet ik gewoon 1, maximaal 2 pakken voor mezelf. Maar dat lukt dus niet altijd. Maar goed, ze zijn echt onwijs lekker. En 50 voor een euro, echt een koopje. De rest zit hier ook nog allemaal in. Ja, kijk. En ze lagen vlakbij de kassa. Dus toen dacht ik, ik heb op laatst nog even gauw erbij ingedaan. Dan heb ik Tuk gekocht. Nou, die koop ik eigenlijk nooit, maar ik vind het wel heel lekker. En hier zitten dus 3 verpakkingen in. En dit is volgens mij, de classic. 3 pakken van 65 gram. Vond ik wel een keer lekker. En deze was 1,19 euro. Dan een van mijn favoriete smaken van de knolpakketten, de nacho, of ja, een van de favoriete soorten van de knolpakketten, de nacho overschotel. Deze waren 2 voor 1 euro. Ik had laatst ook nog een paar, 2 meegenomen volgens mij, maar deze vind ik zo lekker. We vinden die allebei heel lekker. Hier de andere, en 2 voor 1 euro. Kijk, en als zoiets overdaad me raakt, ik vind dat niet zo erg, want naar mijn mening kan het spul wat hierin zit, kan wel even mee, zeg maar. Dus ja, als het over datum raakt, dan vind ik dit echt geen probleem. En wij vinden dit allebei super lekker. 2 van de euro's, echt weer een koopje. Dus ik ben heel blij dat ik deze nog weer zag staan. Dan gaan we door naar... Oh ja, dat vond ik ook heel erg leuk. Dit zijn de Christmas pepermuntjes. Dit ook echt een... Kijk, ik weet niet of je het goed kan zien op de verpakking. Maar er zit dus een...
printje op. Een kerstprintje op de pepermuntjes. Namelijk een ster, sneeuwpop en kerstboom. Nou, vond ik heel erg leuk. Deze zijn van Van Dijk. Klinkt wel bekend in oren. Maar ja, pepermuntjes en deze waren 1 euro. Volgens mij hebben we ook niet zulke pepermuntjes meer. Dus lekker weer. Dan heb ik nog toiletblokken meegenomen. Nee, hoe noem je dit? Green blok. Ja, toiletblokken toch? Heet dat dan? Oh, nog een Riese erbij. 2 voor 1 euro. Altijd handig om een huis te hebben. Ik had geen idee hoeveel we nog een huis hadden. Dus ik dacht, ik neem gewoon maar even 2 mee. Ik weet niet. Ja, ik kan er wel wat doorheen ruiken. Ruikt wel lekker. Pine mint. Nou ja, goed. In ieder geval weer een voorraadje. En 2 voor 1 euro. Ja. Kon ik het ook niet voor laten liggen. Dan heb ik ook nog wat anders voor het toilet meegenomen. Namelijk, hoe noem je dit toch ook alweer? Dit heb ik meegenomen. Nou, ik weet even niet meer hoe je het noemt. Ik weet niet meer. Nou ja, goed. In ieder geval om zo in de wc te doen. Wat noem je dit nou? Hè, toiletreiniger. Dat woord zocht ik. Toiletreiniger. Dat woord zocht ik. Ja, ik wou ruiken. Maar ja, eigenlijk maakt me niet zo heel veel uit, moet ik eerlijk zeggen. Als het maar gewoon fris ruikt. Ja, prima geur. Voor 1 euro hebben we dus ook weer even wat aan de voorraad. Ik vind het wel handig om een voorraad in huis te hebben. Want soms dan heb ik wat nodig en dan doe ik de kast open en is het op. Omdat of Johan of ik maak dan de wc schoon. En dan, nou ja. Dan geef je niet door dat de deur op is. En dan zit je weer zonder. Dan, oh ja. Dit hebben we ook wel handig. Dit zijn multi-surfaces. Multi-purpose wet wipes. En ik zag ook op het plaatje dat ze hiermee toetsenbord onder andere mee schoonmaken. En ik kan me niet bedenken wanneer we ooit onze toetsenbord hebben schoongemaakt. Dus ik dacht, nou, dit lijkt me ideaal. 39 cent voor zo'n pakje. En er zit 60 stuks in. En je kan het voor veel meer dingen gebruiken. Dus dit is wel handig. Dus voor 39 cent schoonmaakdoekjes. Ja. En dan hebben we nog. Oh ja. Dit lijkt me wel lekker voor in het toilet. We hebben wel van die spuitdingen. Maar volgens mij geeft dit gewoon automatisch je geur af. Dus dan hebben we die ook gewoon in het toilet staan. Je hebt 3 verschillende geuren. En ik denk, nou, wel leuk om te proberen. We hebben dus de Fresh Rose, Fresh Lavender en Fresh Ocean. Dus 3 van die kleintjes. Dus dan kun je, nou ja, misschien hebben we dan een favoriet. Misschien dat ik die dan ooit nog een keer weer haal. Maar dan hebben we dit ook in ieder geval naast van die spuitdingen staan. En dit setje kostte 1 euro, ik weet niet. Ik wil zeggen dat ik niet eens geroken heb in de winkel. Maar goed, het zal vast lekker zijn. Dan gaat het best snel, want ik heb nog 2 dingen erin. Nou, die Reese's die had ik al laten zien. Dan heb ik volgens mij vorige keer ook gekocht, de keer daarvoor. Weer deze wasmiddel meegenomen. We hebben nog wel een laagje erin zitten, maar ook hier vind ik het fijn om een voorraadje te hebben. En ik was er toch, dus ik dacht, nou, dan neem ik gelijk nog even eentje mee. En deze was 1,99 euro. Dus dan kun je hier wel even mee vooruit. Verder heb ik nog, die zijn zo lekker. Deze meegenomen, de Snickers Creamy Peanut Butter. Oh, zo lekker. Ja, die combinatie chocola en pindakaas. Zo ontzettend lekker. Dus ik heb hier weer een pakje meegenomen. Dus er zitten 5 keer van die pakjes in. En zitten er 2 van die kleine snikketjes in zo'n verpakkingje. En deze was 1,29 euro. Zo lekker. Dan nog 2 dingen die ik gekocht heb. Of nee, ja. Dat is namelijk conditioner. Een mini. En dan 2 van. Dat was 2 voor 1 euro. En de reden dat ik die heb gekocht, want ik heb nog volgens mij 1 of 2 op voorraad. En ik heb natuurlijk nog adventskalender, waar misschien ook een conditioner in zit, dat weet ik niet. Maar, er liep een kat over het dak heen. Maar, ja, ik douche best wel vaak. Of nou ja, ik ga best wel regelmatig nu naar sportschool of zwembad. En dan vind ik het wel fijn om dan gelijk ook mijn haar even te doen. Dus dan komt het wel van pas. Dus 2 voor 1 euro.
vind het echt ideaal. Want het past gewoon makkelijk in een volvakje van mijn rugtas. En dan heb ik daar verzamelijk minis in, die ik dan gebruik. En dan, als laatste heb ik gekocht... Tandpasta, mijn favoriete die we nu hebben, die kon ik niet vinden. Er was wel één schap leeg, maar weet ik niet of die daarin zat. Dat die gewoon ja, uitverkocht was, of nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die kon ik niet vinden. Die vond ik wel heel fijn. Maar ik heb dus nu een andere, dat is van Colgate. De maximum... Ik heb het hier mijn uitspraken. Is niet al te best altijd, protection. Maar goed, dat is deze. En het zijn niet echt minis, maar het zijn ook niet de grote... Grootste tubus. Kijk of die scherp wil stellen. Ja. Even kijken. Het zijn er dus 3 voor 1 euro. Oh, dat is 25 milliliter. Ja, het is niet mini, maar het is ook niet de grootste. Maar ik dacht, ja, misschien is het ook wel handig om op reis mee te nemen in het toilet. Dus dat is toch wat, ja, vind ik wat handiger dan zo'n grote tube. En dan zit er toch nog wat meer in dan zo'n kleintje, zeg maar. Dus 3 voor 1 euro. En dat is alles wat ik heb gekocht. Behalve de wiesjes inderdaad die er nog in zitten. Weer helemaal blij met mijn aankoop. Ja, ik vind het een hele fijne winkel om naar binnen te gaan en te, ja, producten in te slaan. Omdat het vaak voor een kleinere prijs is. En wat ik zeg, qua data ben ik niet zo heel moeilijk als het iets ja, over datum raakt. Ja, ik let wel op, want dat ruik ik wel. En dan zie ik ook wel of het wel of niet goed is vaak. Maar sommige producten kun je ook echt nog wel langer bewaren dan erop staat. Tenminste, dat is dan mijn mening. Maar goed, dit is alles wat ik heb geshopt. We kunnen er even vooruit. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zou je dan een duimpje omhoog willen doen? En dan hoop ik je weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!